Hallo iedereen, het is dit keer een groot update weer. De tweede helft van de Elf City is er. Dat wil dus zeggen dat de andere vier clans er ook zijn bijgekomen. Om te beginnen, dat jullie in het begin al meteen merken dat hier drie portals staan in plaats van vier. De Dungeoneering, de Clan Portal en de Port Portal. Dus dat wil zeggen dat de House Portal verplaatst is. De Crystal Tier staat er nog natuurlijk daar. En zo. Maar we beginnen gewoon bij het begin. Maar van de farming gezien, dus van eigenlijk Noordoost. Het is trouwens ook zo, nu zijn er dus zeg maar twee skills tegelijk die extra XP bonus geven. Ik begin hier gelijk om te laten zien bij de Harmony Pillar. Dit zijn, vooral zelf ook, Open Shop. Oh ja, nou. Dan kon ik die hier kopen, Harmony Moss Seed. Dus stel ik op een Harmony Moss Seed, dat kan ik laten zien. Dan heb ik dus die Moss Seed. Daar ga ik even rekenen. Divination. Dus stel, ik gebruik hem hierop. Once you plant a seed on Omnisie, it cannot be removed until fully grown. I show you plant the seed in this patch. Yes. Nou, als je ziet, het is een Divination pillar geworden. Dat wil dus zeggen, als ik Divination train, dan groeit deze mos. En als hij vervolgens groeit, krijg ik XP van en ja, en zo, weet je, Shizzle Tussle. Dan zie ik hier een Mysterious Entrance. Ik ben benieuwd of dit de 95 of de 115 resource dungeon is. Dat weet ik zelf niet. Als je binnenkomt, 100k XP. Dit ziet eruit als een 115. Want hier zijn Animus. Animus kun je alleen killen als je op een task zit. Je hebt 90 slaver nodig. In de eerste twee weken is een early bird bonus. Dat de kans twee keer zo groot is dat je deze als task krijgt. Daarnaast is hier aan de andere kant. Is iets heel bijzonders. Is dat hier? Ik dacht dat het hier was. Investigate Dragonkin altaar. Oké. Okay. Nou, je kunt in ieder geval de Crystal Vesk Sandstone minen. Die is voor de potion straks. Oh wacht, die is gewoon hier. Nee, investigate. Oh kijk. Reach inside. Modeload Ma. You reach inside the Ma and receive one perfect juju farming potion. Reach inside. You already used the Ma today and it refuses you. Oké. Perfect juju farming potion heb ik al. 8k is hier waard. Als het goed is, dan moet ik even kijken. Dus ja, je hebt eigenlijk alles 95 plus nodig. Slaat nergens op. Dat heb ik niet. Volgens mij was het een bepaalde total, wat ze in de BTS zeiden eerst. I cannot displace the form of Slayer Task of Enter. Oké, dus je moet echt per se Slayer Task om naar binnen te gaan. Ze droppen items voor de Nexus te creëren, Fury en de Demonheim necklaces. Dus kun je nog iets beter maken. Even kijken, wat was hier nog meer? Bij die vent, komen ze nog iets doen. Ik heb natuurlijk weer pickpocket aan. Dat is logisch. Fury Sipes. Dus hier zijn allemaal recepten. Slijt krant, strength potion en cost unlocked kun je betalen om dat te unlocken. Zoals je ziet, die zijn beter dan overload op het moment. En dan gaat ze omhoog tot secret sharing overload. En zo. Plus 15% plus 3 is dus wel beter dan plus 14%. En ja. Cost unlocked 700k. En hier zijn een aantal recepten die een Demon High moet vinden. Dus dan weet je niet van. Oeh, dus moet je dungeoneren gaan doen zodat je die recepten vindt. Holy Overload, Prayer Points. Krijg erbij voor 6 minuten en zo.
Dus deze dingen zijn beter. Je zelfs boost skill, attack strength, defense bij 16% plus 4. Supreme overload. Wie wil dat nou niet? Ja, ik heb nu niet veel geld in mijn ding. Een beetje blut op het moment dat er een nieuw wapen wordt gekocht. Maar dat komt vanzelf wel goed dat ik die ga maken. Zo word je nog sterker. Zo moet je het zien. Je bent alleen een beetje sterker geworden, hè? Hier kun je... hier kun je Modeload Exchange. Exchange Modeload Charts. De Generic Shop. Laat ik daarmee beginnen. Was daar. Wildcard. Oh ja, ik heb ook al unlocked. Zo. En het is gewoon normaal de Generic Shop. Skip floors. Kun je het floor skippen. Maar ja, ik heb alle floors al een keer gehaald. Dus weet je niet. Dan ga ik even naar de bank. Pak ik even mijn Modeload. Usebank. Als je boven ook ziet, maar 400 is maar 1,4 mil heb ik. 1,2 mil, sorry. Dus dat valt een beetje mee. Maar ik heb wel van die modderload. Nee, dingen. Nog van tevoren. Die kun je voortaan alleen maar krijgen via de crystal chest in deze stad. Oh, ik kan ze allemaal meenemen. Oh. En dan is de kans 20% dat je er 10 uit krijgt. Iets minder. Ze dus met zijn crystal key en ook echt in deze stad en zo. Is een modeload shards. Voor je kan exchange. Oh. Wat is dit? Even kijken. Increase the average unit and focus damage as it to exchange this. Oh, grappig. Je ziet ook het aantal charges die heeft. En daarvoor moet je dus ook iets hebben. Nou, ik ga nog de rest inleveren. En Chase Bondo Chart. Oh, je wil use them all today and trees. Dus ik kan maar één keer per dag ook. Dus ik ga 10 inleveren. De Mysterious Entrance. Hiervan krijg je. Dus 95 engineering, krijg je 30k XP. Je kunt hier een kaart claimen. To enter the damage once inside, activate when you desire. Nou, goed. Use it wel. Nou, goed. Dan ga ik even lezen, hè. Ik heb een dubbel token voor het dungeon. Dus krijg je twee keer zoveel tokens. Eurobling. Got it. Bloodwood tree. Divine. Heeft iemand in die eentje neergezet? Aapjes. Oh, Pauja. Je kunt gewoon een beetje hunter trainen. Ja. Huh? Baby Bling. Got it. Heel graag uit al die lenet aapjes. Goed. En een deposit box. Kun je shit dumpen. Maar jammer dat je niet kunt banken. Maar dat zou wel heel sterk zijn. Ik ga verder. Meer farming patches. Zo de fruit tree. Hier binnen zijn de fine samples. Even kijken wat kan ik hier doen. Fewer sipes. Oh, hetzelfde als de straks. Dus je ziet prima overload en zo. Open shop. Wat kan ik hier halen? Hetzelfde. Oké, allemaal hetzelfde. Dan samples, hubbel. Nou, ziet er prima uit. Dan zie ik hier een pijltje staan. Dus kan ik als goed zo vreemd springen. Dat was Noordoosten, pas. Dus pas 1. En ik zie hier een pijltje staan. Maar het is volgens mij van. Oh boy. Je ziet eruit als agility. Misschien. Als ik iets leuk vind, is het agility. Is het agility? Ga ik naar boven gaan. Ik kan gewoon omhoog. Chill. Nog verder omhoog. Cleanse Corrupted Sirenstone. Je wil niet de poison cleansing voor. Oké, dus dit is prayer. Dat is trade met de monk. Jezus! Oké, ik zal het wel doen. Nee, doe het niet. Wat je hier kunt doen, is dus gewoon prayer. Oké, ik doe het wel. Voor de kijkers. Want dan kan het zo in geld komen als het moet. Nou, je kunt hier cleanse op de Serenstone. Ik heb gisteren gezoend. Wat zal ik eens voor de PVC of this year, as long as you continue to cleanse the Serenstone. If you stop cleansing, you will not receive. So is at the end of the cleansing session. Oké.
Dus nu ga je gewoon deze shit cleansen en dan krijg je dit XP, als je ziet. Zie dat deze balk en als hij vol is, dan is je serum stones afgelopen. Klik hem niet weg, want dan verspil je dus XP. Dit is trouwens een manier om Preer te trainen en een beetje AFK. Het is niet heel snel, maar het is prima. En ik wil mijn 130k wel goed gebruiken. Dus ik wacht even. En dan ben ik klaar. Uiteindelijk heb ik een base total gekregen van 9,3k Preer XP. Het staat er onderin. 130k dat is een prijs van 1 op 14, ongeveer 14 GP per XP. Is dat trouwens prayer altaar? Jee, geen bonus prayer. 14 GP per XP, dus ik raad je wel aan om dus gewoon normaal bonus te gebruiken. Ik weet niet hoe duur dat op het moment is. Dit is gewoon een vaste prijs, natuurlijk. Moet even kijken, want Travis Cliff, oh boy. Ik heb de pickpocket, hè. Oké. Hoe kom ik daar? Ik kan niet met jou praten. Ben je een enkel? Oh, wacht. Can't reach that. Nee. Ah, begin het parcours. Even zoeken. Want hier was ook nog steeds dat pijltje, maar ik kon het niet vinden. Oh, hey, we hebben een glider. Daar is het pijltje voor. Kijk. We hebben nu gewoon een glider. Dat is echt super chill. Zo. Bam. Oh, wacht, ik zie daar het jullie iets. Hier zie ik een Glenlid. Touch Circuit. Oh, wacht, hier kun je balance op de Siren Stone doen. Kun je 20k XP per dag maximaal van krijgen. En het beste is om haren na te doen, dan krijg je meest XP. Wauw. En zoals je ziet, XP loopt gewoon zo op. Oh, Krain. Wow, die wisselt snel. Oh ja, dat scheelt best veel XP, dus wel een beetje opletten. Het is vrij simpel. Goed XP. Maximaal 20k XP per dag. Statue of Seren. Light creatures. Oh, leap across hallway. Het ziet eruit als agility. Hoppa. En dan traverse cliff. Zo. Ik weet niet of agility dat je nodig hebt, maar ik zou het niet kunnen. Ik denk ook niet dat je dit kunt falen, anders dan val je wel hard. Nu zie ik velocity, dus uiteindelijk kun je dan een shortcut skippen of iets, weet ik veel. Iets vaags. Allemaal checkpoints zelfs, joh. Slide down! Oh no. Merge with light creature. Claim reward. Claim book. Nu is dus gevalist Void of Elders. Oh ja, je kunt hier gewoon natuurlijk rondjes blijven lopen voor reward en zo. Dat gaan we nog een keer doen. Is leuk. Beeld veranderd. Hop. En die cliff. Skill, ja, kathedraal, dus gewoon hier omhoog.
Vaak ga ik nu op andere dingen klikken. Nee. En slide down to blind. No reward this lap, bad luck next time. Dat was net ook. Ja, dus als je velocity vol is, dan skip je auto, ga je meteen door met de volgende. Als je ze net zag, ik ging daar meteen de creature in en... Ja, ik kreeg 913 XP. Zo'n rondje duurt niet zo heel lang. Het zijn in totaal maar 6 kliks, hè. Dus minder dan gemiddeld, volgens mij. Je hoeft niet eens te lopen, want je springt meteen door. En het ziet er cool uit. Dat is zeker. Beetje overdreven. Ik bedoel, zo kun je door heel RuneScape heen springen. Maar het is wel heel tof. Slide down. Nom. Oh, ik heb zelfs een golden rock gekregen. Nou goed, hiervan kun je dus ook rewards krijgen. Ik kan zo niet snel zien welke. Of ja, kan ik zien, maar doe ik niet. Kom je zelf achter. Eens zien, dan gaan we door naar de volgende. Dit was dus Noordwest. Dus de Prayer en Agility area. Dan gaan we nu naar... Ja, eigenlijk ook Noordwest. Ik ben al meer in het westen. Dit ziet eruit als summoning. Summoning en divination, volgens mij zou dat kunnen. In ieder geval infuse pouch, hier kun je gewoon met je obelisk. Hè? Logisch. Fairy ring. Wacht ook eens tijd. Even kijken wat hier is. Niks. Oh, best event. Hallo. Nou ja. Moet je alle imps hangen. Je ziet alle imps die ik net... Ja, ze hebben net een paar toevallig gepakt. En als je allemaal hebt gevangen, kun je weer terug. En dan krijg je een reward. Die is best wel leuk. Dan kun je zeg maar krijg je een dingetje. Dan kun je kiezen of je meer XP wilt of meer loot van implings vangen. Dat is best wel leuk als je het allemaal moet gaan vangen een keer. Ik weet niet of van eerst hebben bijgehouden, maar... Ah joh. En, oh ja, het is inderdaad natuurlijk ook... Divination. En de barrier. Je kunt deze dingen aanvallen. Hoe groter, hoe beter dingen eruit komen. Ja, dus op deze kleine mol. Voilà. Attack. Attack deze. Ik heb een disconnect. Oké, dan gaan we vechten. Dus dan... Ik heb niet echt. Ik heb Celtic Claws aan, dus dat gaat niet heel rap. Oh, threshold. Hoppa, dan krijg je. Nou, af en toe krijg je iets. En dan kun je erin dumpen. Dus Convert Light, Rift. En van die dingen kun je weer summoning pouches maken. Dus het is wel echt rondje rond, zeg maar. Zodat je deze dingen ook gebruikt voor summoning. Hier zie je iets grotere. En daar zijn de kleintjes dan. Waar zijn steeds hetzelfde? Steeds hetzelfde. Oké, dan was dan zo'n beetje dit. De summoning en divination. Ja. Oh, we moeten door barrier natuurlijk. Dat scheelt. Zag ik aan het einde nog iets? Even kijken, ben ik iets vergeten van summoning? Ja, die creatures geven dus dubbele tears en betere rewards op de Agility Course. Agility Course geeft trouwens rewards en emotes.
outfit en lore en zo. Oh, build. Hallo. Ik moet het eerst maar eens gaan bouwen. Queen Clarial. Oké. Niet hoog genoeg. Jee. Nou, we kennen het, hè. Bam. Zo. Is klein. Prayer. Door. Vul Robert Klaas. Zie, heb ik een kristal. Ik wist dit. Hier heb je de gewone. Oh, kristal flask weer. Ha. Daar andere kant heb je. Oh ja, zand. Soft clay. Oké. Okay. Craft. Hier van die crystal flasks maken. Die redelijk wat XP geven. 165. Hier heb je gewoon clay. Kun je soft clay maken. Want ja. Het is crafting, hè. Ik heb meteen zo soft clay. Zonder water toe te voegen. Wat een held. Nou, pot, hè. Kun je van maken als je dat wil. En zo kun je er weer daarin gebruiken. Dit is de Craft and Construction. Als het goed is, ja, je kunt zand halen. Zie je binnen? Is binnen iets? Binnen. Water. En die put. En play harp. Oké, laat ik dat eens proberen. Gewoon epic harp spelen. Doet hij iets? Playing these gives you crafting XP and non-tradable harmonic dust, which is a portal for crystal singing. Dus ik krijg nu ook harmonic dust. Ik heb het XP gekregen. 88 is het, ik heb de bonus erbij. En dit is voor het zingen, van is voor crystal dingen. Dus kun je crystal wapens maken en zo. Ik ben benieuwd. Aan de andere kant natuurlijk een bank. Nou, weer een statue natuurlijk. Exchange. Hallo. Crystal seeds. Crystal seeds. Nou, daar is niks van. Nou, hier is ons houseportal. Met de bank daar. Het is even ver weg als het zo goed is. Het is gewoon die toren daar. Inzien, dan heb je een sawmill. Dus kun je planken maken. Dan zoek ik alleen. Oh, kijk, hier is de sinkglas. Dan kun je crystal op. Harmonic dust. 375 nodig en 1 crystal weapon. Zie het. En. Wauw. En van een crystal op kun je dus weer. Nou, je kunt gewoon al deze wapens maken. Offhand. Deze gaan naar To Dust. Als het goed is. Level 80 is het. Level 80 wapens.
Die gaan weer naar C terug. Ik heb een kristal staf, wat ik weet. En dit is het een beetje, volgens mij. Oh, we hebben nog zo'n ladder ding trouwens. Zie ik. Ten ladder. Kijk, ten height. Perfect. Ja, nou, daar waren ze een beetje al onderdelen. Allemaal een beetje gecombineerd. Dat is wel even 80. Die Great to Dust Weapons. With a chance to increase damage that increase with your agility level. Dus hoe hoog agility level ze met damage doen? Ik ben agility 99, dus dat zal wel prima gaan. Rup. Oh, trouwens, in die dungeon 595 waren divine locations die we zagen. Die worden random daar gespawned. Dus kun je gewoon chisel drizzle doen. Dat was echt ergens dat je pickaxe en je hatchet kon upgraden naar de crystal versie. Lady Edwaldus is deze. Exchange. Die zou dus in principe jouw crystal, hatchet en pickaxe moeten kunnen upgraden. Wel opletten dat die, als je er effect aan zit, bijvoorbeeld je incando, of je het skilled it, dat het dus weggaat. Dus daar moet je op letten. Ja, dat hoef ik niet laten zien natuurlijk. Hoeft niet zin. Dit was het, zo'n beetje de rest van de onderdelen. De map ziet er zo uit. Redelijk groot. Succes! Genoeg te doen. Oké, ik heb echt honderden punten besteed aan de nieuwe task. De Animus. Ik zou even kijken hoe duur allemaal Animus is. Of dat goed verkoopt. Ik heb Tortured Souls krijg je als 100% erop en Tortured Ashes. Tortured Souls moet je waarschijnlijk gebruiken voor de pyreverbranding. Zal ik nog een keer gaan proberen of wat je daaruit krijgt. En Tortured Ashes zijn gewoon een verbeterde versie van Inferno Ashes, naar mijn idee. En die verkochten voor 5.000 per stuk. Ik had er eentje geprobeerd of mensen het een beetje dorp van, oh, het zijn goede dingen en zo. Dus gewoon net als deze. Dus daar wel. Oh nee, ik bedoel deze. Zo. Kijk hoe we deze verkopen voor 5.000 per stuk gewoon. Ja. Terwijl ze erachter kopen ze op 50.000 volgens mij, was het. Weet ik niet meer. Maar goed. Dus ja. Groen chainbody. Ze droppen 1 charm per keer. Ze droppen U-locks, magic locks. Ik zal ze even laten zien hoe ze zijn. Ze zijn semi-agressief volgens mij. Ik zal ze nog een keer nachecken voor jullie. Want ik ga er nu natuurlijk naartoe. Oh ja. Voet mee. Niet te veel, want veeg de loot. Gewoon 115 resource dungeon. Ik neem ook even rustig overload mee. Ik ga dit keer zonder prayer. Ik heb wel super dinges bij, voor het geval dat. Zijn weakness is melee. Slash. En ze doen magic. En ze healen zichzelf ook steeds. Dus ook heel irritant, kan ik je zeggen. Maar als ik hier zo langs loop, zoals je ziet, ze vallen mij niet aan. Maar als ik zo aan het vechten. Oh ja, wacht. Oh ja, ze vallen wel aan. Nou, ze zijn wel agressief. Bij deze, ze zijn agressief. Ze hebben veel HP. 32.000. Dus het duurt even voordat je ze neer hebt. Ja, ze zijn agressief, hè. Dus er komt niks meer bij. Zoals je ziet, ze doen magic. En je ziet het erop, ook ruim je af en toe dit keer. Ik kreeg 1 charm. Nou, Tortured Soul, Tortured Ashes. Zorg dat je op plek zit, dat je een beetje ook, zoals je hier ziet, dat je erachter staat, dat je niet te veel tegelijk hebt. Of je moet het vullen. Zoals die vent daar. Lijkt het wel. Ik zou het zelf niet willen. Ja, dit is het ook zo'n beetje qua monster. Hoop op de goede drop. Zal veel waard zijn in het begin. Dus ja. Je gaat het al zien. Coins krijg je er 3.000 van. Niet slecht. En de souls die stacken.